Een inzittende van een auto is dinsdagmiddag rond 3:30 bij de A73 overleden toen de auto tegen een boom reed. Hij nam de oprit richting snelweg toen hij om onbekende reden ineens naar beneden reed. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. De omgeving van de auto werd afgeschermd om de hulpdiensten ongestoord hun werk te kunnen laten doen. Het ongeluk gebeurde op de A73 richting Nijmegen bij de afslag naar Bijsterhuizen. De oprit richting snelweg werd afgesloten. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. En daarbij wordt onder meer bekeken of de auto wellicht door een andere auto opzij geduwd is.